Op Amazon verkopen ze superveel producten en ook heel veel creatieve spullen. In deze video gaan wij heel erg veel bestellen. Van stickers. Het geeft me echt vibes van vroeger hoor. Maar echt hè? Tot aan een nieuwe camera. En uiteraard gaan we dit testen. Hoe hard kan hij eigenlijk? Oh nee. Dat zie je in deze video. Nou bestel ik eigenlijk super veel dingen altijd op Amazon. Als ik nieuwe stiften nodig heb of nieuwe pennen nodig heb. Stickerpapier zoals laatst. Dan bestel ik dat eigenlijk altijd daar. Niet gesponsord overigens, maar het is gewoon heel handig. Maar ze verkopen dus op Amazon ook super veel van die gekke hobbypakketten. Nou, als je de vorige video's hebt gezien, dan weet je ongeveer wat we gaan bestellen. Dus we dachten, we gaan daar eens weer een heleboel bestellen en testen, zodat jij het niet hoeft te doen. En hopelijk zitten er leuke dingen tussen, maar daar komen we snel genoeg achter. Ja, dit vind ik leuk. Dit is van de film Up. En dan kan je dus je eigen adventureboek maken, want die maken ze daar in die film ook. Kijk, dus hij is gewoon helemaal leeg, maar de buitenkant ziet er dan wel zo uit met van binnen dat kraftpapier. Kunnen wij niet samen zo'n boek maken? Kijk, ze hebben ook deze. Die is net weer even ietsjes anders. Die vind ik wel leuker. Oh, mensen maken daar ook echt hele mooie dingen in. Maar ik wil ook zo staan met jou, liefje. Zo. En dan met ons avontuur in een boek. Dus ik ga hem bestellen. Daar is hij dan. Ons adventureboek. Ja, een nieuw veter. Nee, die moet je er zelf nog doorheen rijgen. Oh! Oh, kijk nou. Maar... ook niet de allerbeste kwaliteit. Nee, dat is waar, hè? Ik had ook het idee dat dit leer was. Het is niet echt, hoor. Nee, het is geen leer. Dit het is op gewoon, de camera ziet het er ook uit als echt leer, maar het is gewoon een goede print. Nee, oh, het is ook helemaal... waarom is het helemaal los? Ja, maar waarom kon dit niet al even gedaan zijn? Waarom... ja, handwerk, hè? Nu ja, maar kan het kijk... gewoon zo uit de machine komen. Nu, het... oké. Okay. Geef ons eventjes een paar seconden. A few minutes later. Wat wel een voordeel is, want daar is het waarschijnlijk voor. Je haalt gewoon een bladzijde eruit en daar maak je wat op. En dan doe je het later erin. Oh, dat was niet wat ik wilde zeggen. Wat wilde jij zeggen? Ik zeggen van, het wordt uiteindelijk natuurlijk heel dik. En daardoor kan je hem steeds hoger knopen, zeg maar. Ik was dus nu heel benieuwd. Want ik denk, hoe gaat dit dan nu lekker open als het zo hard gestrikt zit? Maar kijk, er zit hier gewoon een vouwlijn. Dus je kan hem gewoon openmaken. En op het papier zit ook een vouwlijn. Dus daar is dan serieus wel over nagedacht. Kijk, er zit niks in. Ons avontuur is nog niet zo avontuurlijk. Wat ik wel vind, want dit krijg je er dus bij. Ja, maar dat matcht toch niet? Dat is precies wat ik wilde zeggen. Dit is echt toch totaal niet de sterk van het boekje. Nee. Nee, die snap ik ook niet helemaal. En wat is het ook? Oh, dat is voor van die fotootjes. Ja, okay, maar dat is dan wel weer leuk. Ja, leuk. Maar niet inderdaad, had voor mij wel in deze kleurtjes. Maar misschien alleen die lila. Oh, ik dacht juist die. Omdat die... misschien zijn ze toch wel heel erg leuk. Goed, maar wat vind je ervan? Mag ik halve sterren uitdelen? Of was het echt alleen maar nee, vol? Nee, dat heb ik niet in dan afgerond 4 sterren. Oké, ja, mee eens. 4 sterren. Oké, dan heb ik meteen het volgende. Want als wij dus blijkbaar een heel adventureboek gaan maken... ik dacht trouwens dat we gekke kids gingen bestellen. Maar ik zit nu gewoon weer lekker te shoppen. What else is nieuw? Maar ik denk, dan heb je wel een scrapbook kit nodig. Dus dan moet je allemaal van die papiertjes en stickertjes. En dat heb ik natuurlijk echt niet in huis. Dus ja, dan moet je dat bestellen, toch? Maar het is €8,19. En kijk hoeveel je ervoor krijgt. Het is wel heel vintage. Maar wel leuk. Kijk, echt super veel van die postzegeltjes. En allemaal verschillende soorten washi-achtige stickertjes. Maar ook allemaal papiertjes. Paperback. Misschien was er wel meerdere. Oeh, wat zie ik nu? Dat ik dat niet eerder heb gezien. Ik helemaal zoeken. Kijk, je kan hieronder gewoon kiezen. We hebben nu kunst. Astrologie. Of natuur. Wat wil je? Kunst? Collectie? Oké, we doen collectie. Dus €23,40 wel. Maar goed, je kan ze dus ook loskiezen. Maar dan doen wij ze wel gewoon allemaal om te testen. In winkelwagentje, we zijn erover uit. Daar zijn ze dan. En dan hebben we ze allemaal. Is dit het complete pakket? Het is wel echt het complete pakket. Hier, doe maar. Ja, dat knip ik er zo meteen in. Oké, let op. Oké. Wat? Wat is hier? Oké. Ik had een manier van openmaken. Ik had gehoopt dat hij ging doen. We hebben, oh, het astrologie pakket. Het geeft me echt vibes van vroeger, hoor. Maar echt, hè? Lego! Ah, geen Lego. Oh. Maar ja, inderdaad. Ja, het is echt, we gaan echt weer terug naar vroeger. Überhaupt al met de vintage vibe. Ja, dubbel terug maar naar dat vroeger. Komt alleen maar door dit boek, hè. Want we hebben ons helemaal weer laten influencen door dat boek. Wanneer in hemelsnaam, wat gaan wij doen in ons avontuur waar we deze voor nodig hebben? Gaan we naar de maan? Misschien als we onze astrologie documentaire hebben zitten kijken met elkaar. Ja, het is nou, wel het grappig. Het is wel veel. Het is veel. Maar het is ook veel dubbel.
Ja, dat is wel waar, ja. We hebben dan dus ook nog deze set. Ja, deze vind ik leuker. Maar dit lijkt inderdaad echt heel veel op wat ik vroeger bestelde. Ja? Deze vind ik leuker dan de astrologiepack wel. Nou ja, de stickertjes wel. Je doet me denken aan mijn biologieboekje. Ja, maar echt. We hebben deze set. Dit is die vintage set. Met van die creepy poppen. Kijk nou. Dat is toch creepy? Hoor. Maar kijk, deze vind ik wel heel erg leuk. Ja, die ziet er wel serieus beter uit dan mijn fiets. En we hebben nog de allerlaatste. Dat is de antiek versie. Me right now. Cijfer. Hoeveel sterren geven het? Je krijgt wel veel. Ah ja, je krijgt wel veel, maar het is ook wel veel geld. Ik 3. Als wij dan bezig zijn met zo'n scrapbook, hè, wat we gaan maken van ons hele leven met allemaal vintage dingen, dan vind ik ook dat we dit nodig hebben. Deze. Nou, ik denk dat deze al jarenlang op mijn verlanglijstje staat en ik heb hem nog steeds nooit gekocht. Het is namelijk een hele kleine Polaroid camera, dus dat werkt net als vroeger dat je een fotootje maakt en dan komt hij er meteen aan de bovenkant uit. €69. Mooi bedrag. Gaan we toevoegen aan een winkelmandje. In het lila. Oh, yeah! Moeten we dan ook nog zo'n beschermtasje ervoor? Ik heb namelijk dan dit tasje. Die is ook voor de Instax Mini. Ook in het paars. Is niet lila, is paars. Matcht dat dan weer niet? Deze is €70,95. Dus ik gok op deze. Krijgt ook hele goede reviews. Weer 1400 beoordelingen. Dus ik ga ervan uit dat de kleur hetzelfde is. En anders komen we daar heel snel achter. In winkelmandje. Dan doe ik deze er ook nog meteen eventjes bij. Dan kunnen we die foto's ook inplakken. Want volgens mij plakken ze niet. Dus de Permanent Glue Roller. €3,79. Nou, omdat je de stickertjes niet zo leuk vindt, denk ik dat je deze, deze en, nou ja, die hebben we er dan dus over bij de lijmroller. Wat handig. Maar ik denk dat je deze leuk vindt om te unboxen. Zeker. Dit is het, jij maakt nu het tasje open. Dit is de camera. Oh. Maar ik ben dus wel heel erg benieuwd of de kleur overeenkomt. Jawel, het zit zelfs in hetzelfde doosje. Dit hoort bij elkaar. Oh. Hier. Ja. Ja, cute. Leuk. Ik ga meteen even aandoen. Ik ga ervan uit dat dat hier moet. Dit vind ik altijd het moeilijkste van dit soort producten. Ja, want hoe maak je die bocht? Gewoon duwen. En dan soms gaat het heel makkelijk. Dus het ligt waarschijnlijk gewoon aan de gebruiker. Kijk eens, jongens. Hier is hij dan. Ja, ik weet niet. Iedereen die kijkt, ja, die heeft er al een. Eentje. Ja, maar ik dus niet. Echt de enige die ik nog weet niet het. Ik wilde het echt al jaren. Maar ik dacht altijd, ja, ik heb al zo'n pocketprinter. En dan doe ik het vanaf mijn telefoon al uitprinten. Maar dat is toch niet dezelfde vibe als dit. Maar kijk de kleur. Oh. Ja, en matcht die nou? Ja, net niet. Maar het kan wel. Ja, oké. Het paars is ook wel heel moeilijk. Want dan kunnen we... Ja, hij is wel cute. Oh. Oké, voortaan zien jullie mij alleen nog maar zo. En dan, oh, wacht. Nou ja, het staat je wel. En dan draai je. Wacht, wacht. En dan wacht. Tot die lampje gaat branden, zodat de flitsen doet. Wacht. Wacht. Niet met je vinger voor de zoeker. 1 hour later. En dan kan ik zo... Dat is zo leuk! Maar het is zo jammer dat ik geen valse papiertjes heb. Nou, ik wilde zeggen, misschien moet ons eerste avontuur dan gewoon zijn dat we van die fotopapiertjes gaan halen. Ja, laten we dat gaan doen. Kom mee. Oh, pas op. Niet doodrijden. Kijk, het is maar goed dat ik op jullie let, hè? Want alles gaat helemaal mis. Geen reclame, maar volgens mij is het hier. Oh, hier, kijk. Ja. Oh, je hebt dus ook de white versie, zeg maar. Die hebben wij niet, want wij hebben de mini. Kijk nou, we hebben er meteen 20. Je hebt ook Instax Mini Heart Sketch. Wat leuk, dan gaan we eens even bekijken. Volgens mij zitten er dan allemaal van die hartjes op. Wat leuk, dan doen we die er als eerst in. Want ja, dan mag ik er dan voor, ook op? Ja, wel, voor onze adventure pagina. Oké, nou, dit is wat we nodig hebben. Kom, neem het mee. Hi. Ja, dankjewel hè. Doei. Ja, maar ik dacht dus, het is wel leuk als we dan nu... Deze video gaat weer helemaal van shoppen naar iets heel anders. Want als we onze eerste adventure foto gaan maken, die gaan natuurlijk in het adventure boek. Het is wel leuk als we ook iets avontuurlijks hebben gedaan. En niet dat we hier op de parkeerplaats een foto schieten. Waarom niet? Is dat een leuk avontuur? Nou, ja, ik weet het niet. Het is alles een avontuur. Je weet nooit of je het overleeft of niet. Nou. Oh, wacht, ik rijd. Oh, dan valt het om. Nou. Volgens mij moet het gewoon aan de achterkant erin, want ik weet het eigenlijk helemaal niet eens. Volgens mij hebben ze ook allemaal een ander designtje. Ja, typisch. Oh, kijk. Dus deze moet zo. Ja, gewoon dit is het, denk ik. En dan doe je hem dicht. Kijk, geladen. Maar we hebben dus nog helemaal geen idee hoe die hartjes dingetjes eruit zien. Spannend. Zullen we dan even ergens heen rijden? Ja, vind ik leuk. We doen even een leuk plekje. Kom. Kijk. Doen we een foto zo maken. Ja, en dan met die molen zo op de achtergrond. Lekker Hollands. Ja.
Zullen we dat doen? Ja, laten we. Oké. Dit is ons eerste avontuur, jongens. En de eerste foto. Die we vastleggen. Ik haal hem er even helemaal uit. Even kijken, als ik hem zo zie, dan ja, zie ik ook ja, maar je kan het niet goed zien, hè? Ja! Huh? Maar het is helemaal zwart. Dit is denk ik nog niet... Dit was de voorkant. Poging 2. Poging 2. Ja, ik zie nu hartjes. Doe maar in het donk. Oh, het wordt zo schattig. Oh, die molen staat er echt zo goed op. Oh, en hij is wel echt net een beetje blurry, dus hij geeft wel echt, het werd een beetje bewogen, zeg maar. Oh ja. Dus hij geeft wel echt, oh. Heel erg leuk. Oh, die molen staat zo goed. En met die hartjes erbij, dat heb je het zelf getekend. Oké, 5 sterren. Echt sowieso. Ja, 5 sterren. Deze absoluut. Hele avontuur was al heel leuk ervoor. Oké, we gaan naar huis. Kijk nou. Zelfs zo op de voorkant is het echt super schattig. Heel cute. Maar dit wordt dan de eerste. Dan hebben we nog deze. Dit is de zo'n lijmroller. Ja, had ik niet meer. Dan kunnen we hem erin lijmen. Ja, zoek jij even een leuk papiertje en een leuke sticker uit. Oh, een roosje. Ik wil graag een fiets. Ja, maar dit... dan wil ik wel graag deze mevrouw zo erop. Het past zo goed. Ja, maar inderdaad. Yep, werkt goed. Zo. Kijk, want als het goed is, past het fotootje er precies in. Kijk, nou. Oh, maakt een wheelie. Ik doe precies die wheelie zo eraf. Kijk, nee, oh, leuk. Doe zo met wheelie erbij. Kijk hier. Dit is een beetje jammer. Maar dit, erg leuk. Ik denk niet dat we ons volgend avontuur halen. Ja, ik dacht als we dan toch een beetje in dat vintage thema zitten. Toen dacht ik ineens aan vroeger. Toen had ik namelijk zo'n pen. Ik denk dat deze wel leuk is. Ik weet precies wat jij... Ja, ik wist het. Ik wist het. De bibberpen. Oké, voor de mensen die dit niet kennen, ik ga er dan ook niks over vertellen. We gaan hem gewoon bestellen en dan zal je het wel zien. Dit is een squiggly pen. Of zoals wij het vroeger noemden, een bibberpen. En het enige wat dit doet, is er zit een motortje achterop. En je gaat proberen te tekenen, dan doet hij... Het wordt gewoon altijd lelijk. En het wordt altijd lelijk. Maar ik wilde het per se hebben vroeger. En nu zijn ze echt knijterduur, omdat ze bijna niet meer te krijgen zijn. Ja, maar eigenlijk zonde dat ik hem dan nu uit de verpakking haal. Dit ding wordt geld waard. Ja, is nu niet meer. Ik heb hem nu al open. Zit er al meteen een batterij in ook? Tuurlijk niet. Oh, het is zwaar, joh. Er moet een batterij in. Dit ga ik niet in jouw handen geven. Want dat gaat natuurlijk niet goed komen op het internet. Wacht, ik doe eerst even een test. Alsof... Of hij het überhaupt doet. Ja, het is natuurlijk al zo oud. Is deze, ligt hij al sinds de jaren 90 stil nou, of zo? Nou ja, want dit is dus echt een product uit toen. En je, deze verpakking is ook uit die periode, zeg maar. Nee, maar echt? Nee, ze doen het allemaal niet. Moet je niet eerst nog ze duwen of zo, dat je dat inkt? Kijk. Oh, eentje doet dat. De blauwe. Maar hij doet het ook niet van harte, hè? Je het in ieder geval zien. Ja. We nou, hebben nu één... laat ik zien waarom dit zo speciaal was. Ja. Nu laat Rick ook meteen zien waarom deze dingen dus ook niet meer sinds de jaren 90 verkocht worden. Nou, wat een troep, joh. Nou. Fantastisch. De pen is leeg. Hier was ik echt zo blij mee geweest als ik vroeger klein was geweest. Waarom wilden we dit? 1 ster. Volgende. Ster. Ja, niks. Dit was echt waardeloos. Weg ermee. Goed, genoeg nu met dat scrapbook. Zijn we weer helemaal afgeleid in deze video. Ik kwam iets anders tegen, namelijk deze. Dit zijn allemaal kleine schattige plantjes die je zelf kunt maken volgens deze kit van Fields. En ik denk dus dat je hierbij allemaal verschillende stofjes krijgt en dat je ze dan dus zelf kunt vullen. Kijk hoe klein, het zijn echt van die hele schattige kleine plantjes die je dan in zo'n display zet. Ja, kijk, hier, lintjes erbij. Wonderful craft for a stay home adult. Nou, dat ben ik. Mijn 10-jarige dochter fik dat kit il julklap. Nou, dan moeten we het hebben. Nou, dan julklappen wij hem zo in ons winkelmandje. Hoppatee. Ik weet niet waarom, maar somehow had ik het idee dat dit pakket groter was. Kijk, want we hebben namelijk hierin dus de plantjes zitten die we hebben besteld. De inzit. Geen idee. Oké, niemand weet hoe dit de douane door is gekomen, maar oké. En dan hebben we hier de rest. En dan hebben we hier nog de display, nog een uitleg. En dat was het. Dat was alle inhoud van het doosje. Dat die... Ja. Je bent niet enthousiast. Ja, ik vind het te veel werk. En dat zet je dan zo is in elkaar. Cute. Ja, echt super schattig. Maar hoe vul je dat dan? Met het vulspul. Oh, en dan moet je gewoon dichtnaaien natuurlijk. Tuurlijk. Ja, nou ja, het zal vast leuk zijn. Je kan er vast iets leuks van maken. Dat maar... denk ik ook. Maar het is wel veel werk. Dit zou je dan toch ook gewoon uit Fields kunnen doen? Nu heb je het wel dan dat het al een beetje voorgemaakt is, maar dan zou je dat toch ook nog wel zelf kunnen uitknippen?
Misschien hebben ze geen schaar. Vinden we het een joelklap of vinden we het niet een joelklap? Geen joelklap. Nee, want het was wel €20. Bij de Action zou je dit wel kunnen halen voor €1,99 of zo. Wat vind jij, Poki? Nee, toch maar echt 2 sterretjes, denk ik. Geen joelklap. Nee. Oké, ik was laatst op TikTok aan het scrollen. Gewoon dagelijkse business. Maar toen zag ik iemand, die was aan het haken en die had een ring om zoals deze. Nou kom ik hem ineens tegen hier zo. Een heel klein iets eigenlijk, in de vorm van een katje ook nog. Waar ze dus dan dat draadje zo door kan doen, die dat draadje de hele tijd strak houdt voor als je aan het haken bent. Ik heb geen idee of dat lekker werkt, maar ik wil die eigenlijk heel graag hebben en heel graag proberen. En hij is ook helemaal niet zo duur. Dat kost €5,75. Nou, dit is dom. Heeft ze zo'n ring, gebruikt ze die alsnog niet. Want er zit gewoon op gefotoshopt. Dit is dan toch ook slechte verkoop? Nou goed. I got this for my sister. She lost them. Waiting for my blanket. Welke kleur neem ik? Of kan ik dat niet kiezen? Nou oké, dan laten we ons verrassen. In het winkelwagentje. Af en toe ben ik wel echt de meest slimme persoon van de wereld. Oh, nou, ben ik niet met je eens. Het was ook sarcastisch. Oh. Want ik zat heel te twijfelen welk kleurtje ik nam. Maar ik denk, nou ja, random. Ik laat mezelf wel verrassen. Let op. Doe je ze allemaal mee. Ja, en ik dacht dat zo voor €5. Ik denk, nou ja, goede deal. Maar je krijgt ze gewoon allemaal. Kan je aan elke vinger kun je er 1 doen? Kun je helemaal zo... Het idee is dus dat je hem dus om je vinger kan doen. En als je dus aan het haken bent, dan zit normaal... Kijk, wacht, ik zal het even demonstreren. Oh. Ik weet ook niet of het voor mijn manier van haken werkt. Want ik ben altijd wel een Jij beetje... Jij bent de klauw. Ja, nee, maar echt. Ik heb wel een beetje een zelfgeleerde manier van haken. Dat, als ik kijk hoe andere mensen haken, ziet het er heel netjes uit. Als je kijkt hoe ik haak, dan ziet het eruit alsof je vingers openhaalt. En dat klopt, want dat gebeurt ook. Dus ik schraap eigenlijk de hele tijd over mijn vinger heen om te haken. Dus ik vraag me af hoe dat dan gaat met zo'n ringetje. En dan dat je dan zo haakt. Oeh, dat is wel moeilijk, want dat doe ik nooit. Oh, ik moet dan een hele haakmanier opnieuw ontwikkelen. Ondertussen ben ik hier de draadgeleider voor je. Ik ben net zo'n naaimachine. Zo. Ja, nee, dit... Oh, dan ga ik heel strak haken ook. Maar... Nee, maar ik denk serieus dat dit fijn is, maar ik moet nog even uitzoeken. Ja, ik kan hier niks over zeggen. Nee. The next day. Op mijn wijsvinger werkt hij niet, maar hierop... Normaal doe ik het altijd zo klemmen de hele tijd. Ik haak gewoon als een debiel. Dus ik doe hem daar... Maar dat is ook... Nou, ik ben echt helemaal blij. Ik kan zelfs zo... Helemaal ontspannen. Ja, wat helemaal deftige haken kan ik nu. Nou... Nee, maar echt, ik ben echt helemaal blij. 5 sterren. Hé, hey, wacht. Ik heb iets gevonden. Ik zit nog steeds een beetje in dat vintage gedeelte. Dan gaan we heel vintage. Ja, dat vind ik heel tof. Zit de wax er ook bij? Voor de mensen die denken, waar kijk ik nu naar? Dit is waar ze vroeger die enveloppen mee dicht deden. Kijk wat ik vertelde op de envelop. Ding erop. En boem, dan heb je dat. Dat is wel echt superleuk. Kijk, er staat hier wel. Deze set wordt vaak samengekocht met de zegelwarmer en met zegelwas. Oh, in het goud. Ja. Oh, met zo'n luxe warmer. Ja. Kost wel in totaal, als je ze alle 3 bij elkaar wil hebben, €38,47. Joelklap! Joelklap! Joelklap betekent trouwens kerstcadeau. Even tussendoor, hè? Voor iedereen die dit even wil weten. Dat is, wij weten het natuurlijk weer niet goed. Joelklap is kerstcadeau. Even kijken. Oh. Als het goed is, hoort dit allemaal bij elkaar. Ja, hij is echt luxe. Want ik heb stiekem al zitten spieken. Melting furnace. Alsof het echt een hele oven is, dit. Nou, maak hem open. De melting furnace. Ja, tuurlijk. Oh, en hebben we nog de wax. Wacht. Hoe jullie aangeven? Even waxen, ja? Kijk, het lijken net kleine karamelsnoepjes, maar dit is de wax. Ik heb nog nooit een furnace gezien gemaakt van hout. Dat lijkt me een hele slechte combinatie. Als je hem net een beetje zo scheef zet, dan vliegt hij gewoon in de fik. Nou, Ik vind het niet scheef zetten dus. Dit dingetje is wel echt... Ja, die is wel schattig. Echt heel erg leuk. Zo in dat rosé goud, toch? Het ziet er wel heel luxe uit. Ik heb deze net heel stiekem al een klein beetje gekeken. Dit zijn de envelopjes. Laat het jou doen. Nee, ik reageer gewoon niet. Hier, maak hem open. Het is wel belangrijk. Je envelopjes wil dichtmaken. Heb ik ook aangedacht. Heb je envelopjes wel? Ja, die heb ik ook al klaar. Maar dat zijn stempels. Of hoe heet die dingen eigenlijk? Stampers. Is dit je reactie? Want nee. Ik deed hem open en toen dacht ik... Oh. Heb jij hem al opengemaakt zonder mij? Ja, dat zeg ik net al 3 keer. Ik moest even kijken. Ik dacht dat het een ander Nee, maar dit ziet er... Oeh, zwaar. Oh, dat heb ik dan weer niet... Ik heb hem dan weer niet uitgehaald. Ja, dat is dan wel weer... Oh, een hartje. Een roos. Laat maar raden. Het ruikt naar wax. Ja. Nee, maar ik dacht, wax kan nog best wel lekker zijn, maar je moest vroeger wel veel geduld hebben voor alles wel. Vroeger was de wax altijd beter. Vroeger wax alles beter. Nou, jij zegt we gaan het gewoon proberen, jongen. Okay. Dit is wel satisfying, hoor. Het is wel een beetje En hij veel. Is ook echt wel heel mooi goud. Daar gaat hij. En nu? Wachten. Maar hoe lang moet ik het nu vasthouden? Waarom hebben we geen tutorial hierbij gekregen? A few minutes later. Ja, je had hem iets eerder eraf moeten halen, denk ik. Zie je, moet hem niet zo lang erop laten. Het is gewoon...
Klaar. Duidelijk geen wax-expert ben ik. Hij wil niet meer los. Nee, kijk hier. Wauw. Wow. En als je envelop dus dicht. Mag toch hopen dat dat het minste is dat hij doet. Ik vind het heel erg leuk. Ja, ik ook. 5 sterren. Ja. Mag het weg? Nee. Dit was ons boek. Ja, oké, dan ben ik nog geen liefde mee. Nee, niks. Ja, die moet er ook op. De allerlaatste die we voor vandaag gaan bestellen. Ik heb iets leuks gevonden, namelijk dit. Dit is de gare bolle wikkelaar. Dus een beetje vergelijkbaar met de breimachine. Maar dit keer maak je niet iets. Maar stel dat het is mislukt, dan heb je altijd zo'n hele berg met allemaal van die garen. En dan kan je dus met deze dat weer lekker zitten draaien. En als het goed is, wordt het dan dus weer, kijk, een prachtig bolletje. Echt gewoon zoals je het in de winkel koopt, een bolletje. Ja, ja. Nou, maar dat staat hier. Ik moet het altijd doen voor jou. En ik weet hoe het er dan uitziet, maar... Want normaal als je dus in de winkel garen hebt gekocht, dan zit het een beetje zo de hele tijd. En dat haakt heel lekker. Als wij het zelf doen, maken we echt zo'n bol. En dan moet je hem de hele tijd zo rollen. En dat is niet fijn. Ik geloof er helemaal niks van. Dit zijn echt perfecte winkelbolletjes gewoon. Lijkt me een hele goede aankoop dit. Voor €17,99 in het winkelmandje. De wolgare ontwikkelaar. Nee, wat was nou garebol dinges? Garebol winden. Als ik dit krijg voor jou, weet ik niet of ik blij ben. Wat zitten er allemaal voor tools bij? Ik heb geen idee. Ik dacht dat het toen iets ontreiniging was. Ja, nee, dat moet ook zelfs nog helemaal in elkaar gezet worden. Iets wordt een heel heftig apparaat als je het moet vastzetten aan de tafel. Ja, hier. Kijk, dit is. Zet de ballwinder to de tafel. Lekker Engels-Nederlands ook. Zie, dit zijn steekmarkeerders. Dit zijn van die kabelnaalden voor als je aan het breien bent. Niemand is geïnteresseerd in die plastic rommel. Iedereen wil dit zien, of dit werkt of niet. We gaan dit bolletje... Ik wil hier nog wel wat van maken. Ik neem het even over. Dus we gaan dit bolletje veranderen in een beter bolletje. Het moet vast zo. Oké, ik hou dit ding wel even vast. Maar... Oké, laten we eerst even kijken of het überhaupt een fijn bolletje is. Ja. Oh, maar even. Dit is niet slecht. Draait niet, hij blijft gewoon stilstaan. Ja. Dus je kan gewoon haken zonder dat dat bolletje van de bank rolt. Hoe hard kan hij eigenlijk? Oh nee. Niet zo hard. Nee, je hebt een knoop gemaakt. Lief je mijn goede garen. Ik geef het voor de werking 5 sterren. Voor de snelheid. Voor de snelheid 3. Geef mij maar die breimachine. Want het ziet er fantastisch uit. Het werkt gewoon niet op hoge snelheid. Probeer het nog één keer dan. Mag ik daar dan een foto van maken? Oké, we proberen het nog één keer. En we bouwen de snelheid langzaam op. En ik leg dit vast. Nee. We willen echt de actie zien in deze foto. Actie. Meer actie. Meer actie. Veel meer actie. Nog meer. Ergens halverwege zit de perfecte snelheid. Wat een bijzondere gadget zaten er ook tussen. Maar uiteraard werd ook de garenwolwinder uitgebreid getest de dag erna. En ook hierover kan ik alleen maar zeggen dat dit 5 sterren verdient. Want ik heb nog nooit met zo'n lekker bolletje gehaakt. Het leukste product vandaag vonden wij zeker de Instax minicamera. Maar we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd wat jij nou het allerleukste product vond. Laat even weten hier beneden in de reacties. Dat was dit weer deze video. En dan zien we jou hopelijk volgende week weer terug bij een nieuwe video. Doei!